Mook en Middelaar staat stil bij de slag op de Mokerheide. De veldslag tijdens de 80-jarige oorlog is precies 450 jaar geleden. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de slag op de Mokerheide plaatsvond. In het natuurgebied tussen Mook en Nijmegen raakte het Spaanse leger in conflict met de opstandige Nederlandse provinciën. Afgelopen weekend werd hier in Mook uitgebreid bij stilgestaan met op zaterdag een middeleeuws ambachtenmarkt, demonstraties en ceremonies door basisschoolleerlingen uit de omgeving. 450 jaar geleden kwamen de Spanjaarden en de huurlingen hier elkaar tegen in Mook. En dat wordt nu nagespeeld door de leerlingen van de basisscholen hier in de gemeente Mook en Middelaar. Vanuit de dorpen Middelaar en Molenhoek lopen ze elkaar tegemoet en ontmoeten ze elkaar hier in Mook. Ja, oh, goed zo. Prima. En geef elkaar een hand om vriendschap te sluiten. Ja, ik vond het gewoon superleuk. En ja, bij zwaar, ik vond het niet zo zwaar, nee. Ja, het was wel echt heel gaaf om mee te doen, ja. En de vlaggen waren wel soms een beetje zwaar, want je kreeg soms een lamme arm. Heel erg zwaar, vooral als je het op slippers doet, want dat was niet zo slim. Ik had al pijn aan mijn benen, maar nu heb ik wel meer pijn. Leuk. Ja? Heel leuk. Was het een beetje zwaar? Een beetje. Het thema dat centraal staat tijdens de feestelijke herdenking is ontmoeten en begroeten. Door de kinderen erbij te betrekken, leren ze over de geschiedenis van de slag op de Mokerheide. We willen graag dat het een echt kinderfeest is. Het is de bedoeling dat waar de slag op de Mokerheide als historisch moment een beetje wegvalt uit de herinnering van een heleboel mensen, willen dat de jeugd dat weer weet, dat we hier een belangrijke veldslag hebben gehad, dat ze zich dat beseffen voor hun hele leven en dus ook voor toekomstige generaties. Ja, in 1574 en de Spaanse gingen tegen de Hollanders verder. Wij, de huurlingen, waren heel moe en toen konden de Spanjaarden heel erg makkelijk aanvallen. Door alle conflicten in de wereld op dit moment heeft de organisatie ervoor gekozen om het gevecht niet na te spelen. In plaats daarvan schudden de leerlingen elkaar de hand. Dus in die zin hebben we het belangrijk gevonden om dat te benadrukken. Geen gevecht, geen veldslag naspelen, vriendschap sluiten en handen schudden. Ook zondag stond er nog een heel programma klaar in Mook. Het hoogtepunt hiervan was de onthulling van een monument op de rotonde bij het gemeentehuis dat een blijvende herinnering moet zijn aan de slag op de Mokerheide. Het kunstwerk vereeuwigt Lodewijk en Hendrik van Nassau, twee broers van Willem van Oranje. De gebroeders hebben het leven gelaten tijdens de slag op de Mokerheide in 1574. In het katholieke Mook hebben zij tot nu toe nooit waardering ontvangen. Kunstenaar Isbrand Rovers heeft daar nu verandering in gebracht. Als dadelijk het doek eraf is en we horen niet heel hard boegeroep, dan zal het wel goed zijn, denk je niet? Ik in ieder geval hoop het. Ja. Het kunstwerk werd onthuld door burgemeester Willem Gradissen en gouverneur Emiel Roemer. En kijk eens wat na 450 jaar na dato wel kan. En dan schud je elkaar echt de handen. En dan heb je echt met elkaar de toekomst beter, om het zo te zeggen. Dus vandaar dat ze hier in volle naad staan. Het idee voor het kunstwerk is jaren geleden ontstaan. Tijdens een wandeling op de Mokerheide stelde Rovers het idee voor aan de burgemeester. Ik was direct al gepakt daardoor. Maar goed, je weet dan dat het toch een lange weg heeft. Komt natuurlijk best behoorlijk budget bij kijken. Maar om 450 jaar, dit jaar die slag geleden is, slag op de Mokerheide, precies 450 jaar, was de raad ook bereid om daar echt iets aan te doen, iets voor neer te zetten. Met een lunch, met een bijeenkomst, met een weekend voor de kinderen en een kunstwerk. Isbrand Rovers heeft het kunstwerk ontworpen. Maar het uiteindelijke resultaat is ook te danken aan Stef Peperzak. Die liet de massa verdwijnen. Dat er alleen maar contouren zijn, te zien zijn. En die zetten het haaks op elkaar, dat het speelt als je er rondomheen rijdt. Het is net als een kathedraal tot stand komt. Het moet met heel veel mensen tot... Het echte vakwerk is natuurlijk het toch in het ijzer maken. En dat is goed gelukt.
Na 450 jaar hebben de gebroeders van Nassau voor het eerst een prominente plek in Mook. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch is zondagavond enige tijd stilgelegd omdat er zich een persoon op het spoor zou bevinden. Het bleek te gaan om een man in een rolstoel die op het station Nijmegen-Dukenburg van het perron is gereden. De politie heeft de man in veiligheid gebracht en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het is niet bekend waarom de rolstoeler van het perron afreed. Gezellig. De gemeenten Druten en Wijchen zijn op zoek naar vrijwilligers die na de Europese verkiezingen willen helpen bij het tellen van de stemmen. Zo laten zij weten via hun website. De verkiezingen vinden plaats op donderdag 6 juni. Het tellen vindt vervolgens plaats op donderdagavond vanaf 9 uur als de stemlokalen zijn gesloten. Op vrijdag 7 juni vindt vanaf 10 uur 's ochtends nog een hertelling plaats. Mensen die willen helpen ontvangen hiervoor een vergoeding van €55 per dagdeel. NEC heeft de... NEC heeft in de generale repetitie voor de bekerfinale tegen Feyenoord geen 3 punten kunnen pakken. Waar NEC tegen PEC Zwolle een moeizame eerste helft beleefde, herstelden de Nijmegenaren de schade in de tweede helft. Koki Okawa was daarbij de belangrijke schakel. Waar NEC nog met 0-1 de rust in ging, herpakten de Nijmegenaren zich in de tweede helft snel tot een 2-1 voorsprong. Toch was het uiteindelijk PEC die het laatste doelpunt maakte en die bracht dan de eindstand op een gelijkspel 2-2. Gezond, lokaal en duurzaam voedsel. Steeds meer mensen kiezen bewust voor het eten uit hun directe omgeving. Zowel consumenten, winkels als restaurants. Om het deze partijen wat makkelijker te maken om aan lokaal voedsel te komen, maar ook om boeren een platform te geven om hun producten aan te bieden, is dit weekend de website De Streek op Tafel gelanceerd. De wijngaard van de Plak in Groesbeek stond deze zondag vol met marktkraampjes. Brood, honing, speciaal bier, het was er allemaal te vinden. En allemaal lokaal geproduceerd in het Rijk van Nijmegen. Om zo'n markt altijd tot je beschikking te hebben, is nu de website De Streek op Tafel gelanceerd. 3, 2, 1, go! Ja, De Streek op Tafel, dat is een platform dat een netwerk van lokale boeren, telers, makers, maar ook restaurants samenbrengt. En al deze ondernemers werken samen aan een prachtig en duurzaam voedsellandschap. En een van de kenmerken van deze groep is dat ze duurzaam telen. En De Streek op Tafel verbindt eigenlijk dat netwerk aan de inwoners ook uit deze regio. Al 3 jaar geleden kwam uit een inventarisatie van de gemeente Nijmegen naar voren dat er behoefte was aan een dergelijk platform. Er was behoefte aan meer zichtbaarheid, beter kunnen vinden wat mensen nodig hebben aan lokaal voedsel. En op basis daarvan was het idee van nou, we dienen dat platform te realiseren. Het is een middel om die community te versterken en ook om die participatie in de community te vergemakkelijken. En ondanks dat het een lokaal concept is, is de animo nu al groot. Op dit moment staan er 90 initiatieven op het platform. Dit betreft regio Rijk van Nijmegen. En we zijn net gestart, dus dit is maar een startmoment. En er volgt nog veel meer. Dus als u over een jaartje terugkomt, dan denk ik dat er wel zo'n 200 voedselinitiatieven te vinden zijn. Want over één ding zijn ze het allemaal eens. Samen sta je sterker. Ik denk dat als je de handen ineen weet te slaan, dat je dan mooie stappen kunt zetten. En dat het dus juist vanuit een inclusie en niet vanuit een uitsluiting gezamenlijk toe kunt werken naar een verduurzaming van ons voedsellandschap. Het platform is te vinden via destreekoptafel.nl. Na een mooi lenteachtig weekend was het vandaag weer even wennen. Vooral vanmiddag trokken er enkele stevige buien over. En daar zijn we helaas nog niet vanaf. Morgenochtend is het ook buiig en regent het soms even stevig door. In de loop van de dag worden de buien wat minder intens, maar droog wordt het helaas niet. Pas in de avond klaart het op en laat de zon zich nog even zien. Het wordt morgen slechts 11 graden. Ook woensdag blijft het buiig, maar het regent dan wel minder vaak. En ook de zon laat zich af en toe wat zien. Aan het eind van de dag klaart het verder op. En zo zal de donderdag dan ook grotendeels droog en zonnig verlopen. Wel blijft het voorlopig fris lenteweer met een temperatuur rond de 11 tot 13 graden.
Tot zover het RS7 regionieuws van maandag 15 april. In aanloop naar de bekerfinale zie je deze week na het regionieuws elke dag een speciale NEC-update. Daarnaast zijn we er vanavond natuurlijk ook weer op de radio en tv met de NEC-update live. En die duurt deze week zelfs een uurtje langer. 2 uur lang gaan we vooruitblikken op de bekerfinale. En je ziet vanaf 9 uur alles op dit kanaal. Graag tot dan!